In deze video wordt de behandeling met immuunglobaline via subcutane toediening uitgelegd. De video is bedoeld als training of naslagwerk, vooral bij het zelf-thuis toedienen van de immuunglobaline. De eerste twee behandelingen zullen altijd in het ziekenhuis plaatsvinden, in het afweercentrum van de afdeling Klinische Immunologie van het Erasmus-MC. Vanaf de derde behandeling gebeurt dit thuis onder begeleiding van een verpleegkundige van een gespecialiseerde thuiszorgorganisatie. De patiënt wordt getraind om deze behandeling uiteindelijk zelfstandig thuis te kunnen uitvoeren. Voordat de behandeling begint, worden alle benodigdheden door de verpleegkundige klaargelegd op een schone en overzichtelijke plaats. Indien de immuonglobuline gekoeld bewaard moet worden, dan dient u ze tijdig uit de koelkast te halen om de immuonglobuline op kamertemperatuur te laten komen. Dit kan namelijk de kans op bijwerkingen verkleinen. De lotnummers en houdbaarheidsdatum van de vloeistof worden vastgelegd in het patiëntendagboek. Ter voorbereiding worden door de verpleegkundige wat algemene vragen gesteld en wat eenvoudige metingen verricht, zoals polslag, bloeddruk en temperatuur. Deze gegevens worden vastgelegd in het patiëntendagboek. Vervolgens legt de verpleegkundige alle stappen van de behandeling uit en toont daarbij de benodigde attributen om de patiënt daarmee vertrouwd te maken. Daarna wordt gekeken naar de beste plaats voor de infusie. Subcutane infusie van immuunglobuline betekent dat het geneesmiddel via een infuus in de laag vetweefsel vlak onder de huid wordt toegediend. Bij de keuze van de infusieplaats is het belangrijk om gebieden waar zich veel botten bevinden, zoals de borstkas en het gebied rond de heup, te vermijden. Dat geldt ook voor plaatsen met zichtbare bloedvaten, littekens en gebieden die ontstoken of geïnfecteerd zijn. De beste keus is een plaats op uw lichaam waar u makkelijk bij kunt en waar u ten minste 2,5 cm huid kunt vastpakken tussen duim en wijsvinger. De meest geschikte gebieden hiervoor zijn de buik, de dijen en de bovenarmen. Indien men voor de bovenarm kiest, is het raadzaam dit door de verpleegkundige of een bekende te laten doen die hierin is getraind. Als u meerdere infusieplaatsen tegelijk gebruikt, zorg er dan voor dat ze minstens 10 cm uit elkaar liggen. Als uw voorkeursplaats de buik is, vermijd dan een gebied van minimaal 5 centimeter rond de navel. Daar bevinden zich veel zenuwen, wat het tot een uiterst gevoelig gebied maakt. Hierna was de verpleegkundige de handen en treft alle voorbereidingen voor de infusie. De vloeistof wordt gecontroleerd en de lotnummers en de hoeveelheid vastgelegd in het dagboek. Daarna wordt de spuit gevuld, de infusiepunten worden ontsmet en daarna worden de naalden ingebracht en vastgeplakt. Tot slot wordt de spuit op de infusiepomp aangesloten, de pomp ingesteld en start de infusie. Nu kunt u wat ontspannen. Tussendoor controleert de verpleegkundige de bloeddruk, polslag en temperatuur en kijkt naar eventuele bijwerkingen. Als de infusie voltooid is, geeft de pomp een signaal en nadat de stamper in de beginstand is teruggekeerd, worden de pomp en de infusienaalden verwijderd. Tot slot worden de gegevens van de behandeling zoals datum, duur, snelheid en hoeveelheid in het dagboek vastgelegd. In een thuissituatie is de behandeling vrijwel identiek aan die in het ziekenhuis. Indien de immunoglobuline gekoeld bewaard moeten worden, dan dient u ze tijdig uit de koelkast te halen om de immunoglobuline op kamertemperatuur te laten komen. Dit kan namelijk de kans op bijwerkingen verkleinen. Voordat u met de behandeling begint, is het belangrijk alle benodigdheden klaar te leggen op een schone en overzichtelijke plaats. Wanneer u thuis de behandeling doet, zal er in het begin een verpleegkundige van een specialistische thuiszorgorganisatie aanwezig zijn om u eventueel te assisteren. Uiteindelijk kan de behandeling geheel zelfstandig worden uitgevoerd. Was grondig uw handen. Controleer of de vloeistof helder is. Plak het lotnummer in het patiëntendagboek en noteer de starttijd de infusiesnelheid en de hoeveelheid immuunglobuline. Open de benodigdheden volgens de instructies. Open de flacon en desinfecteer deze. Steek de spike in de flacon en vul de spuit met de voorgeschreven hoeveelheid immuunglobuline. Bevestig de naaldenset op de spuit. Vul de naaldenset met immuunglobuline. Ontsmet dan de huid op de infusieplaatsen. Verwijder de naaldbeschermdop en de beschermstrips van de pleister waarmee het naaldje wordt gefixeerd. Pak ten minste 2,5 cm huid stevig tussen duim en wijsvinger. Steek met een snelle beweging de naald onder een hoek van 90 graden in de huid. Plak de naald vast op de huid. Herhaal de stap voor de tweede infusieplaats als u die gaat gebruiken. Trek de zuiger van de spuit voorzichtig terug om te zien of er bloed in het infusiesysteem terugloopt. Bevindt er zich bloed in het infusiesysteem, dan heeft u een bloedvaatje geraakt. Verwijder dan de infuusnaalden. Vervang deze set en herhaal de vorige stap. Sluit de gevulde spuit aan op de pomp en stel de toedieningssnelheid in. Start de infusie. Houd de infusiesnelheid in de gaten en controleer regelmatig of er tekenen van lekkage of beweging van de naald zijn totdat de infusie is voltooid. U kunt nu redelijk vrij en ontspannen bewegen. De behandeling duurt ongeveer 1 tot 2 uur afhankelijk van de hoeveelheid immuunglobuline. Over bepaalde lichamelijke reacties op de infusieplaats hoeft u zich geen zorgen te maken. Zwelling zonder roodheid en gevoeligheid zijn normaal en zullen binnen een paar dagen verdwijnen. Er treden over het algemeen maar weinig bijwerkingen op. Licht ongemak op de infusieplaats kan worden verlicht door zachte massage of door er warme of koude compressen op te leggen. U moet onmiddellijk contact opnemen met uw arts als u ernstige bijwerkingen heeft. Wanneer de infusie is voltooid, geeft de pomp een signaal. Wacht tot de stamper zich heeft teruggetrokken voordat u de spuit van het pompje afdraait. Noteer tot slot de volgende gegevens in het patiëntendagboek: de datum en duur van de infusie, de lotnummers van de gebruikte flacons met geneesmiddel, de dosis in milliliter, de infusieplaatsen en de dosis per infusieplaats, de infusiesnelheid per infusieplaats en eventuele wijzigingen in de snelheid. En alle reacties of problemen die optreden tijdens de infusie en alle tekenen van roodheid, pijn of zwelling op de infusieplaats. In geval van twijfel of vragen kunt u altijd contact opnemen met de verpleegkundige of uw arts.